Thank you.
Laten we erover. Dan is dat wel.
Hoeveel voor elkaar hebben gekregen, dat weet ik niet. Maar wij krijgen het niet meer voor elkaar. En die hadden dan een klapmuts op. Als het een jongen was, had hij dus een klapmuts op. De rest was eigenlijk hetzelfde. Dit is een leuk bloemsaai jurkje. Komen jullie ook eens even kijken? Kijk, dit is een mooi nachtgrondjurkje. En zij heeft hele mooie mouwtjes aan. Als het koud is, want die worden helemaal ingebreid met kleine kraaltjes. En ze gaan tegenwoordig wat eerder naar de grote school, hè. En dit is dus een boer. Die heeft een prachtige pet met een glimmende klep. Hij heeft een mooi vestje aan en een donkere boezeroe. Hij heeft ook nog een broek met een klep. En kijk eens wat hij heeft. Allemaal mooie zilveren knopen. Hij ziet er schattig uit. Dat is dus een viswindertje, een palingboertje. He? Hij heeft een kijk, een fluwelen broekje, dat noemen we mollevel. En hij heeft een mooi streepjesboezeroe. En hij heeft dus een klein vergissingje, maar het was niet anders een petje. Want dit is eigenlijk ook een beetje een boerenpetje. Dus een krablapje om, net als moeder. He, dat is een hele leuke overgang naar de volwassendracht. Zij is helemaal officieel gekleed. Ze heeft een mooie pluimuts. Een mooi kraplapje en een lijfschotje. Wij noemen dat een lieve schurk. En dit meisje dat is al een klein beetje ondeugend. Want die heeft de zwarte pluimuts al ingewisseld voor modern haar. Ben je aan het hooien? Ja, hè? Ja, dat dacht ik aan. Nou, je ziet er prachtig uit. Alle kindertjes zijn heel lief. Deze mevrouw is in de rouw en daarom draagt ze natuurlijk geen kantenmuts, maar een gazenmuts. Maar dat is in de maandenrouw. Wij noemen dat hofrouw. Melkmeisje. En u ziet, zij draagt al een klein kraplapje. Want dat lapje dat vroeger onder het jak zat, dat is tegenwoordig eigenlijk het kenmerkende van de dracht geworden. Dat werd toen gesteven. Zij heeft het dus echt nog een klein kraplapje om. En de doek zit ook anders dan tegenwoordig. Wij hebben dus twee aparte stroken. Maar vroeger was het dus eigenlijk een omslagdoek. Ze draagt een witte werkschort. Want ze is op weg, hè, om de koeien te gaan melken. Volwassendracht. Eerst maar die in het licht. Het licht. Kijk, dit is de volwassendracht. Ze dragen dus de kraplap. De kroplap zou je eigenlijk kunnen zeggen. En het ging er dus om zo'n antiek mogelijke kraplap om te hebben. Gesteven tegenwoordig, dan zitten we eigenlijk helemaal ingepakt in stijfsel. De kraplap, de schort, alles is even stijf. En ook de mutsjes, draai maar eens even om dames. De mutsjes, die worden ook gehaakt en die worden ook gesteven. En gestreken en de mensen die haken die mutsjes zelf en het gaat er dus om een nieuw mutsje op te hebben wat nog niemand heeft. U ziet dat er zijn er wel vast wel 1000 verschillende. Ik heb er al zoveel gezien hier van mijn leven, dat is echt geweldig. En de rokken, de een heeft een vouwrok, de ander heeft een plooitjesrok, maar ze zien er allemaal weer schitterend uit. We hebben de rouw in jaren. Men ging dus 4 jaar in de diepe rouw voor het overlijden van uw man, vader, moeder, noem maar op, kind. Dat was dus de eerste graad. En dan ging je 4 jaar in de rouw. Dan had je nog de tweede graad, die mevrouw die daarnaast staat.
is een klein beetje lichter. Kom een stapje naar voren. Kijk, een klein beetje lichter is dat. En dat was dus eigenlijk voor een oom of een tante of een zwager. En zo was het dus eigenlijk te zien hoe diep het verdriet zat. En dat de 7 weken rouw, dat is eigenlijk de lichtste rouw. En dat was dus voor een neef of een nicht, of voor een goede vriendin of een buurvrouw. Dit noemen in het rood. Let even op de dames, want u ziet dat misschien niet. Dracht te zien is, dat is ook eigenlijk in de winterdracht. Want er worden ook... Ja. Zij heeft de kraplap verstevigd met katoen. Dus dat is ook alweer een middel om de stijfselpot te negeren. Heel hartelijk bedankt. En nu mogen jullie nog een klein dansje, want we hebben maar heel weinig tijd. En ik heb een goede voorbeeld te geven.
kanteles en ook de achterkant ook dan weer tulle geborduurd. Dat is Els ook zelf aan het doen. Bij ons in de klederdrachtgroep zijn er ook heel veel mensen die het kantklossen weer opgenomen hebben en ook het tulle borduren. Dat is de achterkant van de bol. Moet je niet iedere keer je jak en je rok te wassen. En als je dan bij de mensen aankwam en dan belde je aan, dan deed je je mooie witte gesteven schortje voor, want je mocht ze toch proper en schoon uitzien. En ik zou zeggen, nou dat is een heel werk hoor, om die schortjes te stijven en dan in die kleine vouwtjes te strijken. En wij met onze stoomstrijkijzers vandaag de dag, nou dan ben we zo klaar. Maar vroeger moesten de mensen de strijkbouten warmen op de kachel. Thank you.
Vroeger stond je hier op de pier van Spakenburg en dan zag je de horizon waar je ook keek. Overal was die horizon. Want je keek dus uit de zee. En later, toen de afsluitdijk klaar was, nou, toen keek je nog steeds naar de horizon, want dan zag je gewoon het IJsselmeer. En er is niks meer van over. Er zwam geen kabeljauw in de Zuiderzee en ook geen makrelen en ook geen schelvis, maar wel haring en ook garnalen. En wat er ook heel veel zwom, dat waren botjes. Van die visjes die lijken op een scholletje, maar ze zijn wat donkerder verder. Hier in Spakenburg, want wij waren gespecialiseerd in haring. Wij waren echte haringvissers. En wat gebeurde? Plotseling was die haring weg. De afsluitdijk was klaar en de haring was verdwenen. Nou ja, daar heen toch niks aan. Het water, dat zout was binnen 3 maanden, was dat zoute water zoet water geworden. Zo snel ging dat. En dat kwam omdat er geen spatje zout water meer binnenkwam. Afsluitdijk, het was afgesloten. En er kwam alleen maar zoet water binnen. Bij kampen komt die grote IJssel naar binnen. Nou, die stoutte wat water uit hoor. Ieder gezin had met vis te maken. Of je was visserman, of je was vishandelaar. En als je geen van beide was, dan had je hier niks te zoeken. Er waren de vissers die zeiden van, wij gaan toch op dat zoete water vissen, want er zwemt in het zoete water ook vis die heel erg lekker is. En dat is namelijk de snoepbaars. Snoepbaars is een edele vis. En als je een snoepbaars bestelt in een restaurant, nou, dan heb je niet het goedkoopste. De wijzer gaan om 100 en dan beginnen we. En dan gaat die wijzer, en dan vragen wij voor zo'n makreel, 5 euro. En dan gaat die wijzer open, nu hoort het wel. Dan hoort u 1 keer luiden en dat betekent de verkoop is begonnen. En dan staat hij bijvoorbeeld en dan gaat hij naar links. En dan gaat hij van 5 euro naar 4,90, 4,80, 4,70 en zo verder. En de prijs wordt alleen maar lager. Nu is nummer 38 en die zit hier aan deze kant, nummer 38. Hier steek zijn vinger op. Die heeft zojuist voor 56 euro een makreel gekocht. En de lopende vrouwen zweven op de warmte door op de weg af van hier. Aan zee. Mannen in Bunschoten Spakenburg. Dan moeten ze met een lantaarntje zoeken. Maar we hebben ze gevonden. De zilveren knopen. Hij draagt een broek met een brede klep. Een mollevelle broek. Hij ziet er echt prachtig uit. Prachtige plootjes. Een prachtige rok heeft ze aan. En een lustere schort. En let op de prachtige muts. Die heel mooi is. En daar droegen ze dus nog 2 mutsen onder. Ze waren heel erg goed gemutst vroeger, hè?
Maar als je gaat trouwen, draag je natuurlijk een prachtige zwarte hoed. Hij draagt een baadje en dat heet baadje omdat het dus van binnen met blauw baai is gevoerd. De boer draagt eigenlijk een brede en de visser een smalle klep. Nou ja, de buis heeft hij veranderd in een duffels jasje. Dat was ook een heel mooi jasje natuurlijk. En hij draagt natuurlijk ook, zoals een boer gewend is, de gezondheid eroverheen. Muts met kant. En dat kant werd met een plooitjestang, eigenlijk kleine plooitjes, ingedrukt. Wij noemen dat een neepje. We willen dus een neepjesmuts. De rouw in jaren, de rouw in maanden en de rouw in weken. Je mag al wel een klein zilver gespje op de schoenen hebben, maar het is natuurlijk niet meer helemaal in de diepe rouw. En let op haar prachtige muts. Dit is de 7 weken rouw. Dat is eigenlijk een heel jong bruidje. Dat is ook wel leuk, hè? Een sergeant-majoor. Nou, kijk aan. Maar weet je wat zo leuk is? Hun beelden uit de foto van vader en moeder zoals ze getrouwd zijn. 7 weken rouw. Een licht paars jak. De mooie plooitjes zijn verdwenen. Is gewoon een rechte schoot, want onder die andere kostuums droegen ze 5 tot 6 rokken. De muts, zoals wij noemen, de neepjesmuts, met een prachtig strookje kant eraan. Een mooie witte doek, misschien wil je ook nog even omdraaien, dat de mensen ook even van achter kunnen zien hoe keurig tot in de puntjes is alles verzorgd. Eigenlijk een museumstuk, zo oud is het eigenlijk al. Het ziet er prachtig uit. Wil je even ook omdraaien? Want ze wil wel meedoen, maar ze moet wel het mooiste zijn. De visserman, hè, met een baadje, blauw baai gevoerd. Een mooie vissersboezeroen eronder. En de klepbroek, dan weet ik zeker dat hij die heeft. We hebben dus bosjesbrun, potjesbrun, pitjesbrun, appeltjesbrun, zingenbrun, madeliefjesbrun. Nou, ze heeft een prachtig jak aan. Het is een soort madeliefjesbruin, of niet? Nee, toch niet. Het is een jak wat eigenlijk ook geen naam heeft. Want je ziet eruit als een goochelaar. Maar dat was zo. Kort genoeg. Ze hebben ook nog een kogel met een kogelaar. Ze heeft ook een hele mooie talinke rok aan. Kijk, moet je kijken, want er is wel beschikking. Die werd gekalanderd. Er werd dus eigenlijk een leerachtig laagje overheen gewerkt. En de mevrouw prima, zegt hij ook nog. Dan laat je vrouw het maar niet horen. Maar dat is alleen op podium hoor, om maar het mag. Heb je ook nog een mooie rok aan? Kijk, schitterend, hè? Prachtig. Ik dacht eigenlijk dat Wimpy de enige was. Maar Jannie Heijnen, die heeft het ook dagelijks nog aan. En hoe heeft het aan? Een heel mooi zwart pak. Een schitterende das erbij. Zijn vader van het museum, het Verhuis. En dan een prachtig driedelig pak heeft hij erbij. Weer een heel ander soort bloem. Ziet u wel? Heel mooi, fijn. En moet je ook eens even kijken hoe die jakken gevormd zijn van achteren met die kraplappen eronder die gesteken zijn. Dan heel antiek. Het is vast meer dan 100 jaar oud. Nou zie je wel, dames en heren, net een plaatje. Want je kan maar zo een jonge bruidegom te pakken krijgen. Hè? Dat lukt ook niet iedereen meer op deze leeftijd. Maar ja, die wou niet meedoen natuurlijk, hè. Maar je hebt gewoon een stuivertje gewisseld. Schitterend ziet ze eruit. Ze heeft ook een heel antiek jak aan. Het is echt een soort comma, zouden ze zeggen hier. Maar het is heel erg mooi. Ze ziet er schattig uit. En ze heeft, ja, er is er maar één van in het dorp. Ja, die zijn ook behoorlijk vreemd gegaan. En we hebben het hele dorp uit moeten kammen. Om een bruidegom voor haar te vinden. Jak aan, het is een soort madeliefje, zou ik bijna zeggen. En het heeft een mooie lustreschort. U ziet dat de gespenschoenen veranderd zijn. Je mag dus nu gewoon een modern schoentje dragen. De kralen, ook vaak in Bunschoten gedaan. Een stukje antiek.
even kijken. Er is niemand dezelfde. Anders ga je de deur uit. Nog ergens staat, maar die heeft heel veel de oude Staatse, de oude Gracht bezorgd. Ik vind dat schrikker. Thank you.
kan het wel gebeuren. Ja, 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 ja. Maar je moet het even zien, want anders kunnen we gewoon altijd vragen. Oké, is goed? Super.